Dan ga ik gewoon een beetje improviseren nu, ja? Oké. Okay. Ik begin, ja? Oké. Okay. Even kijken. Improviseren, toch? Ja, oké. Okay. Oeie, 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 oe. Ik ben niet bang, weet je. Alleen maar voor een grote slang. Oeh, ik ben niet bang. Ja, maar gewoon niet bang, mensen. Alleen maar voor een grote slang. Als ik een slang zie, dan zeg maar, als het een giftige slang is, dan ja, dan sla ik hem gewoon dood met die gitaar. Ja, dan bekijk die slang het maar. Oeie, 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 oeh, ik ben niet bang. Alleen maar voor, zeg maar, krokodillen. Als het grote krokodillen zijn, hè, want die hebben van die kleine krokodillen, kun je ook gewoon kapot maken met de gitaar. Oeie, oeie. Ja, zeg maar, wat is dat voor een raar lied? Zing je nou voor rare dingen? We gaan echt niet zingen over, oeh, ik ben bang voor een slang. Moet iets moois maken voor de mensen. Iets met poëzie. Wat? Met de poëzie. Poes? Nee. Hoor maar. Mooi, hè? Is er leven op een Venus? Zou er op Mars ook Turken zijn? Turken zijn. Turken zijn. Als hier maar geen Turken zijn, de kans is klein dat hier vanavond Turken zijn. Oh, ze zijn er wel. Dat is ook leuk. Nou moet ik het liedje anders doen. Ach nee, het is er maar één. En als hij wat doet, kunnen we best met z'n allen op die ene. En hij moet gewoon blij zijn dat hij in mijn liedje zit. De rest van de zaal ook. Want een Turk in een liedje kan geen kwaad. Die zit te wachten tot er iets op hem rijmen gaat. Wat rijmt er op Turk? Agurk, ja. Jurk, schurk, murk, hurk, flurk. Dat is een beetje dezelfde toon. Maar met de Turk in je liedje blijft je liedje altijd schoon. Want Turken zijn namelijk hele schone mensen. Vaak zeggen Hollanders, Turken stinken. Vaak zeggen die Turken, Hollanders stinken. Ja, wie stinkt er nou? La 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 la. Hij kijkt nou steeds bozer en bozer. Ik was 3 maanden geleden alweer, dames en heren, was ik in Eindhoven. Dat moet ik even vertellen. Was ik in de grote zaal, was bijna helemaal vol. En in de kleine zaal was een Turkse bruiloft aan de gang. Toen heb ik dit liedje heel zachtjes gezongen. Die mensen in Eindhoven zeiden allemaal, oh, zing jij nou, man! Ja, maar je kan ook niet zingen als hier maar geen Turken zijn. Turken zijn, weet je, dat is. Ja, maar ze heet toch gewoon Turken? Ja, maar je kan niet zingen als hier maar geen Turken zijn, weet je, dat kan gewoon niet. Najib, wat zeg jij? Die daar momenteel steeds vaker te vinden zijn. België heeft een nieuw asielbeleid. Dat is asielzoekers die binnenkomen moeten dobbelen. Gooien ze 1 tot en met 5, moeten ze het land uit. Gooien ze 6, moeten ze overnieuw gooien. Dat zijn mensen die hem nu pas doorhebben. Dit programma gaat een beetje... Het is een eerbetoon aan mijn vader die helaas een aantal jaren geleden overleden is. En die dit allemaal niet heeft meegemaakt. Maar hij was een hele toffe vent, mijn vader. Mijn vader, het enige wat ik nog van mijn vader heb, dat is deze mondharmonica. En het is me ineens heel dierbaar geworden. Het is heel gek. Vroeger dacht ik van een ding, daar kan je toch niet aan hechten. Maar toch, ik ben hier zo ontzettend aan gehecht. Ik heb vaak dat ik denk van... Als ze bij mij thuis komen en ze nemen alles mee, maakt niet uit als ze dit maar laten liggen. Want dit heeft geen waarde voor iemand anders, alleen voor mij. En ja, dat... Tenminste, het is niet het origineel, want dat ben ik 2 weken geleden kwijtgeraakt. Maar ik heb het wel in dezelfde toonsoort gekocht. En als ik het dan op blaas, dan hoor ik mijn vader weer spelen. En dat was, mijn vader was heel muzikaal. Ik kom uit een hele muzikale familie trouwens. Een broer van mij is DJ, de ander speelt sas. Zo'n Turkse instrument. En de andere zit in de autoradio, in de muziekcassettes. Muziekcassettes. Muziekcassettes, zei ik mensen. En ikzelf als klein jongetje wou altijd, of als een grote jongensdroom, zanger worden.
En dat maakte niet uit, want we zongen vroeger altijd op zondag als we niks te doen hadden. Of op maandag of op dinsdag of op een van de dagen van de week. Dan zongen we altijd thuis. En dan was ik de zanger. En ik had al een naam voor mezelf bedacht. Ik denk, ik wil klein beginnen, gewoon hier in Nederland. De Marokkaan uit de Jordaan. Ik, nou, dat klinkt goed, dat zal ook goed verkopen. He, gewoon liedjes gecoverd zoals... Ik ben in Marokko geboren, tatara. Het land van zon en zee en hash, tatara. Al grappige liedjes gemaakt. Het zal alle Polonaise lopen op... Ik heb een tante in Marokko en die komt heel gauw. En zo'n nummer 1 hit, want die wil je altijd hebben als zanger. He, dat je op de radio luistert, dat je de radio aanzet en je hoort... Herinner zich deze nog? Was ik van de week weer eens bij de sociale dienst. En het was er warm en druk. Voor me stond een Chinees. Daarna een Marokkaan, een Turk, een Surinamer en een Vietnamees. En een lege kruk. Toen kwam jij binnen, ja. Bruine ogen, een hoofddoek, oh Fatima. We zijn mijn vader altijd, alles komt goed. Dat was zijn motto, alles komt goed. Dat waren ook de enige woorden die hij kon uitspreken in het Nederlands. Alles kwam altijd goed. Het maakte niet uit wie er bij ons aanbelde. Iemand van de ECI of de Jehova's. Mijn vader deed ook gezegd, alles komt goed. De Jehova's verstonden, alles komt goed. Ja, zeiden ze, we komen God brengen. Ja, alles komt goed. Ja, het was de communicatie tussen mij en vader. Dat ging, ja, als iemand heel slecht Nederlands spreekt, dan gaat het heel moeilijk. En ik heb heel vaak tegen mijn vader proberen uit te leggen van... Pa, je moet integreren. Wat? Ik zeg, integratie. Is dat gratis? Ik denk, nou kijk, dat lijkt wel op een Hollander. Dat gaat snel. Ik zeg, ja, gratis. Ik zeg, je moet een beetje naar buiten. Een beetje met de buren, klessen, bessen. Een beetje naar het buurthuis. Een krantje lezen. Krant? Ik zeg, ja, pa, krant. Gewoon een krant kopen. Kijk wat erin staat. En inderdaad, de volgende dag zag ik hem met een krant aan de tafel zitten. En hij was die krant zogenaamd aan het lezen. Veel plaatjes natuurlijk. De Telegraaf. En ik hoorde hem ineens zeggen, wat is dat hier? Ja, dan moet je die dingen gaan vertalen. Hey, ik bedoel, je moet iemand helpen. En hij wees een plaatje aan over, er stond een agent, die stond zo met zijn wapen. Het ging over de dienstwapen van de Nederlandse politie, de Walter P5. Er was een fout mee, want dat ding ging namelijk zomaar af. Kun je het voorstellen, een politiewapen wat zomaar afgaat? Dus je hebt je auto verkeerd geparkeerd, komt zo'n agent naar je toe. Ja, dat gaat niet, meneer. Nee, dat is het. Ja, meneer de hoofdinspecteur, ik zei... Ze hebben die rare berichten. Ook over de Apache-gevechtshelikopters, die waren er toen. Hè? De Apache-gevechtshelikopters, dames en heren, die hebben ons 1,7 miljard van jullie belastinggeld. Dat is veel. Vader vroeg zich af, wat is er mis met die oude Hollandse helikopters? Ik zeg, pa, die maken te veel lawaai. Die oude Hollandse helikopters gingen echt zo van... En die nieuwe Apache-gevechtshelikopters, die hebben een geluidsdemper. En die gaan zo. Dat is het verschil, 1,7 miljard. Hele gekke berichten in de Telegraaf. Groningse buschauffeurs. Die konden geen baan krijgen in Groningen. He, die was er niet voor die buschauffeurs. Die konden naar Amerika. Ziet voor je, Groningse buschauffeur in Amerika. Komt er een Afro-Amerikaan die bus binnen. Yo, what's up? Ja, niks is up. Gewoon naar grenzen. Die rare berichten, jongen. Alle engste berichten kwamen in die tijd uit België. Had niks te maken met kinderporno of whatever. Nee, er was een jongen van 16, die was jarig en die kreeg een walkie-talkie voor zijn verjaardag. En dan heeft hij 2 maanden lang het luchtverkeer mee weten te storen. Ik voorstel, 2 maanden lang. Zo'n vliegtuig vliegt boven Zaventem, dat is die luchthaven daar in Brussel. En die moet dan contact gaan maken met een verkeerstoren om te vragen of ze mogen landen. Nou, dat gaat zo. Ik zou ervoor gezien zijn, papa, het zijn stemmen voor touchdown. Zit jij in een vliegtuig? Ik zet een voorbeeldje aan de pieter bij zijn zwartje. Ja, je kunt landen op baan 4. Oh nee, 5. Ik zet een voorbeeldje aan de pieter bij zijn zwartje. Sjefke!